Hallo allemaal, in mijn uitlegvideo voor dit iPhone hoesje heb ik laten zien dat je er ook iets aan kan hangen en heb ik er een bloemetje aan gehangen. Vervolgens kreeg ik veel vragen of ik wil uitleggen hoe je dat bloemetje kan maken. Dat doe ik graag, dat was namelijk al de bedoeling. Ik heb dat bloemetje zelf bedacht voor het maken van deze armband. En omdat de armband mij doet denken aan een zomerse dag, heb ik hem Summer Day genoemd. Het bloemetje is heel gemakkelijk om te maken. Ik ga je in deze video laten zien hoe je dit bloemetje maakt. En per bloemetje heb je nodig voor de witte blaadjes 4 witte elastiekjes, 1 donkerblauw elastiekje, 1 lichtblauw elastiekje en om het bloemetje af te ronden 1 groen elastiekje. Als ik daarna alle groene elastiekjes bij elkaar optel die ik heb gebruikt voor de armband, dan kom ik op 30. En ik heb 9 bloemetjes gebruikt. Iedere pols is weer anders, maar dan heb je een beetje een richtlijn. Het bloemetje is super simpel om te maken, vind ik. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er niet al een video voor bestaat. Ik heb gezocht, ik heb hem niet kunnen vinden. Mocht jij hem wel vinden, ja, je mag er echt van uitgaan dat ik die niet heb gezien. Vandaar dat ik zeg dat ik dit bloemetje ook echt zelf heb bedacht. Ik ga je laten zien hoe je dit bloemetje maakt op de monsterteel en op de loom. En daarna druk jij de video op pauze en maak jij het aantal bloemetjes dat jij denkt nodig te hebben en laat ik je vervolgens als jij weer op play drukt zien hoe je er een armband van maakt. Genoeg gepraat voor nu, veel succes! Ik ga je eerst laten zien hoe je dit bloemetje kan maken op je loom. En omdat niet iedereen een verstelbare loom heeft, laat ik hem in deze opstelling staan. Maar mocht jij wel een verstelbare loom hebben, dan is het beter om de 3 rijen gelijk te hebben. Zodat je niet een ruitje hebt, maar een vierkantje. Het eerste witte elastiekje laat je oversteken van de ene pin naar de andere pin met een draai in het midden. Het volgende elastiekje sluit je daarop aan. Ook verdeeld over 2 pinnetjes. Het volgende elastiekje sluit je daar weer op aan. Steeds met een draai in het midden. En de laatste. En dit is wat je dan hebt. 4 elastiekjes met een draai in het midden. Nu zie je een ruitje en anders als je een verstelbare loom hebt, zie je een vierkantje. Ik pak nu een donkerblauw elastiekje en die plaats ik in zijn geheel. Ik maak een beetje ruimte door dit naar beneden te duwen. Die plaats je in zijn geheel over die 4 pinnetjes. En dan pak ik het lichtblauwe elastiekje en die zet ik daar bovenop. Nu pak ik mijn haaknaald en haak ik de 2 witte elastiekjes per pin over het lichtblauwe en donkerblauwe elastiekje naar het midden. En ik heb dus de opening van de pinnen bij mij aan de rechterkant gezet. Dat is voor mij het gemakkelijkst omdat ik rechts ben. Ik duw dit nu naar beneden. Nu pak ik een donkerblauw elastiekje. Dus ik besef dat ik het net niet goed heb gezegd. Ik heb gezegd dat je alleen maar lichtblauw en donkerblauw nodig hebt. Maar je hebt dus nog een elastiekje nodig. Alleen dit laatste elastiekje, die zal niet zo heel erg opvallen wat kleur betreft. Maar ik gebruik hem in donkerblauw. En dan haak ik lichtblauw en donkerblauw per pinnetje naar het midden. Vervolgens haal ik het bloemetje van de loom af en ik zorg dat die 4 lusjes op mijn haaknaald terechtkomen. En daar is ook een andere manier voor, dat zal ik je straks laten zien, maar eerst doe ik het zo. Dus dit is het tweede lusje, het derde lusje en het vierde lusje. Op het moment dat ze allemaal op mijn haaknaald zitten, alle 4, ga ik de blaadjes uittrekken, dus die moet je even opzoeken. 4 keer 2 witte elastiekjes en die trek ik eerst op deze manier uit. En dan doe ik het ook nog de andere kant op. Is niet echt nodig, maar ik doe het wel. En dan wil ik lichtblauw in het midden hebben, dus ik til even dit donkerblauw elastiekje op, zodat die aan de buitenkant zit. Dan heb ik lichtblauw in het midden en daarnaast donkerblauw. Nu pak ik een groen elastiekje.
En deze vier donkerblauwe lusjes breng ik over op dat ene groene elastiekje. En dan is je bloemetje klaar en kan je hem wegleggen voor later. Ik zal je nu een andere manier laten zien hoe je dat bloemetje van je loom af kan halen. Eerst weer vier witte elastiekjes. Ik zal aan het begin van de video een aantekening erbij zetten in beeld, zodat je nog een extra blauw elastiekje nodig hebt. Alleen het punt is dat op sommige tablets of iPhones, of tenminste telefoons, smartphones, zie je dat niet in beeld. Maar goed, ik ga niet opnieuw deze video opnemen, dus jullie moeten het me maar vergeven, hoop ik. Ik heb dus die vier witte elastiekjes weer geplaatst met een draai in het midden. Daarna een donkerblauw elastiekje erbovenop. En daarna een lichtblauw elastiekje erbovenop. En vervolgens haak ik weer die witte elastiekjes per pinnetje naar het midden. Aanduwen. Dan pak ik een donkerblauw elastiekje. Die doe ik ook in zijn geheel over de vier pinnetjes. En ik haak nu het onderste twee elastiekjes, de onderste twee elastiekjes, lichtblauw en donkerblauw, per pinnetje naar het midden. En in plaats van nu de vier lusjes op mijn haaknaald te zetten, pak ik het groene elastiekje. Die zet ik op twee pinnetjes. Dan haak ik het blauwe elastiekje naar het midden en hier naar het midden. Die zitten nu op dat groene elastiekje. Vervolgens til ik het lusje hierop en verplaats ik hem naar beneden. En datzelfde doe ik hier. Nu zit het groene elastiekje op deze twee pinnen en kan ik dit blauwe elastiekje erop haken. En dit idee komt van Leontien. Leontien heeft me gemaild naar aanleiding van mijn video voor de gumball chain. Want ze vroeg zich af waarom ik nu toch die vier lusjes eerst op mijn haaknaald zette van zo'n kauwgomballetje, om vervolgens dat zwarte elastiekje er doorheen te haken. En ze heeft me uitgelegd dat het op deze manier veel gemakkelijker gaat. Dus ze heeft gelijk, ik heb er niet aan gedacht. Leontien, dank je wel. Dan kan ik het nu meteen laten zien in deze video. Dus ik heb nu alles op dit groene elastiekje en dan ga ik de blaadjes aantrekken. Dus mocht jij de gumball chain nog willen maken, dan weet je nu dat het ook op deze manier kan. Bloemetje nummer 2 is klaar en je kan gewoon je haaknaald eruit halen, dat blijft wel zitten. Zij is hoopvol. En dan ga ik je nu laten zien hoe je het bloemetje maakt op de monstertel. Je ziet hier mooi vier pinnen in een vierkantje staan. Die gaan we gebruiken. Wit elastiekje, draai in het midden. En oversteken. Hier ook. Draai in het midden. En oversteken. Draai in het midden. En weer een wit elastiekje met een draai in het midden. Schuift een beetje naar beneden, je hebt wat minder plek op de monstertail. Ik plaats nu een donkerblauw elastiekje erbovenop, in één keer over alle vier pinnen heen. Vervolgens een lichtblauw elastiekje. En dan haak ik per pin de onderste twee witte elastiekjes naar het midden. En ik vind het zelf op de monstertail dus veel gemakkelijker gaan, omdat je hem dan... Ja, omdat de monstertail gewoon makkelijker te draaien is. Als je dat hebt gedaan, pak je een donkerblauw elastiekje of de kleur die jij daarvoor hebt gekozen. En haak je de onderste twee over dat laatste elastiekje heen.
En dan kan je kiezen of je zet ze allemaal op je haaknaald of, wat ik je net liet zien, je plaatst het groene elastiekje er al op. Ik ben gewend om het op mijn haaknaald te zetten, dus dat doe ik. Maar dan heb je inderdaad wel kans dat je een lusje laat schieten. En dat is niet met die andere manier. Als het op mijn haaknaald zit, dan zoek ik die blaadjes op van het bloemetje en dan trek ik ze aan. En ook de andere kant op. En vervolgens pak ik een groen elastiekje. Die zet ik op de haak, je houdt de spanning erop en je brengt die blauwe elastiekjes over op dat groene elastiekje. 4 blauwe lusjes. En dan is ook dit bloemetje klaar. Ik heb nu 3 bloemetjes en ik ga er nog 7 maken. Jij drukt nu de video op pauze, jij maakt de bloemetjes die jij nodig hebt. En als je genoeg hebt, dan druk je weer op play en dan laat ik je zien hoe je de bloemetjes kan verwerken in een armband. Veel succes en tot zo! Mijn 9 bloemetjes zijn klaar. Ik had gezegd dat ik er nog 7 ging bijmaken, maar ik had aan 6 genoeg. Want ik heb aan 9 bloemetjes genoeg. En ik laat je nu zien hoe je er een armband van kan maken. Ik heb gekozen voor een makkelijke armband. De basisarmband is het eigenlijk. En ik heb ook geprobeerd om te verwerken in een visgraat armband. Dat vond ik net iets te breed. Maar laat je creativiteit de vrije loop, zou ik zeggen. Dit is gewoon een bloemetje wat je heel gemakkelijk kan verwerken in andere ontwerpen. Omdat het op deze manier een elastiekje is, alleen zit er dan een bloemetje op. Dus een elastiekje wat je normaal zou gebruiken in een ontwerp, dat kan je dan vervangen door een elastiekje met het bloemetje erop. Voor deze armband, als ik hem op de loom maak, want ik ga je zo meteen ook nog laten zien hoe je hem alleen met je haaknaald maakt. Maar als je op de loom maakt, dan heb je aan 2 pinnen genoeg, of op de monsterteel, maar je hebt dan 2 pinnen genoeg en je begint. Het eerste elastiekje plaats je met een draai in het midden over die 2 pinnen heen. Vervolgens pak je weer een groen elastiekje en die zet je daar bovenop. Dan pak je haaknaald en dan haak je het onderste elastiekje naar het midden en het onderste elastiekje naar het midden. Nu pak ik een bloemetje en die plaats ik daar bovenop. Dit is de ene kant en dit is de andere kant. En dan haak ik weer het onderste elastiekje naar het midden. Het onderste elastiekje naar het midden. En ik heb dus weer die opening van de pin aan de rechterkant gezet. Even kijken of ik hem wat dichterbij kan halen voor je. Ik ga nu eerst 2 groene elastiekjes haken en dan weer een bloemetje toevoegen. Dus ik pak een groen elastiekje, die zet ik op die 2 pinnetjes. En ik haak het onderste elastiekje naar het midden. Het onderste elastiekje naar het midden. Aanduwen. En weer een groen elastiekje. En het onderste elastiekje naar het midden haken. Dan heb ik 2 gehaakt zonder bloemetje en dan komt nu het bloemetje. Die plaats je op die 2 pinnetjes alsof er geen bloemetje op zit. En vervolgens haak je weer het onderste elastiekje naar het midden. Ik heb nu het bloemetje gehaakt en dan doe ik weer 2 elastiekjes zonder bloemetje. Dit is de eerste. En dit is de tweede. Dan is het weer tijd voor een bloemetje. En dit is het onderste elastiekje, haak je naar het midden. Het gaat helemaal goed. Even terug. Bloemetje ertussen. Zo. En ook aan deze kant, onderste naar het midden. En als ik het bloemetje heb gehaakt, dan gaan er weer 2 elastiekjes bovenop. Zonder bloemetje.
bloemetje een beetje eruit halen. Dus raakt het bloemetje weer bekneld. Zo. En dan weer twee. Of was het... Nee, dit was de eerste en dit is de tweede gewone zonder bloemetje. Ik was de tel kwijt. En dan is het weer tijd voor een bloemetje. Lukt me niet met één hand, dus ik moet hem even neerzetten. Nou, dit blijf je doen totdat je alle bloemetjes hebt gehad. En dat stukje ga ik even versnellen. Dus ik heb nu het bloemetje gehaakt en dan haak ik weer twee gewone elastiekjes en dan weer een bloemetje enzovoort enzovoort. Tot zo! Mijn 9 bloemetjes zijn nu gehaakt, vastgemaakt aan de armband. En ik ben geëindigd, nadat ik het 9e bloemetje erop heb gezet, ben ik geëindigd met nog 1 keer een groen elastiekje. Deze 2 groene lusjes, daar ga ik een clipje op bevestigen. Ik vind het gemakkelijker om ze meteen van de loom af te halen, maar misschien vind jij het wel gemakkelijker om ze eerst met z'n 2 op 1 pin te zetten. Dat is denk ik persoonlijk, maar zelf doe ik het altijd zo. Ik haal het van de loom af en dan stop ik hier mijn wijsvinger tussen. Dan pak ik een clipje, een S-clip of een C-clip, in dit geval een C-clip. En vervolgens zoek ik de andere kant van de armband op. Dat is dat gedraaide elastiekje waar we mee zijn begonnen, die 8. Dat zijn ook 2 lusjes. Die zet je erbij. En dan is je... Summer Day armband klaar. Het is hier heel erg hard gaan regenen. Dus het komt niet echt overeen met deze armband, het weer buiten. Maar hopelijk is het dan toch snel weer mooi nazomerweer. Dit is dan je eindresultaat. Ik hoop dat je de armband net zo schattig vindt als ik en dat de armband bij jou gelukt is. Je kan er heel gemakkelijk een ringetje bij maken. Ik zal je dat laten zien in een andere video. En in deze video zal ik je ook laten zien... hoe je de bloemetjes tot een armband maakt met alleen je haaknaald. Dankjewel weer voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!